Hoi, Link. Link? Link! Wat doet hij hier? Hoe zie ik eruit? Waarom doe je dit? IJslap? Nou en? IJslap? Wacht, nee, Max. Je kunt de zoon van Evil Man niet... Hey! Sorry van daarnet. De deur deed raar. Geef niks. Ik heb het voor je. De ketchup die ons samenbracht. Oh. Phoebe, wil je niet zeggen kom alsjeblieft binnen? Kom binnen. Ja! Ik ben gewoon gek op ketchup. Luister, voordat we uitgaan is er iets dat je moet weten. Er is een reden waarom ik superkrachten heb, want mijn vader is... Evil Man. Wat? Het achtervolgt me al mijn hele leven, maar geloof me, ik lijk totaal niet op mijn vader. Luister, ik geloof je, maar als mijn ouders erachter komen, laten ze ons nooit samen uitgaan. Dus we moeten gaan. Oké, dit laat ik hier. Jouw vader is Thunderman? Niet zo hard! Dit is verschrikkelijk! Mijn vader haat jouw vader echt heel erg. Nog erger dan dat je hem wakker maakt. Luister, onze ouders hoeven het niet te weten. Dit gaat over jou en mij. En misschien een ijslap? Oh, geen ijsblokjes. Oh, laat mij maar. Dank je. Gewoon een superkrachtgeintje. Ik kan zoiets nooit doen. Op een date moet ik me altijd normaal gedragen. Normaal doen is zo saai. Mijn vader verkoopt nu matrassen. Ligt meestal te slapen op zijn werk. Oh, mijn vader is met pensioen. Dus hij ligt meestal op de bank totdat hij naar bed moet. Ben je bang dat ze ons betrappen? Nee. Als er één ding is wat mijn broer goed kan, is het liegen tegen mijn ouders. Blijkbaar tegen mij. Daar zitten ze. Ik zag ze het eerst. Ze zijn zo hetzelfde. Phoebe, je hebt een groot probleem. En ik heb jou nog zo gezegd dat ik niet wil dat je dit meisje nog ziet. Waarom? Omdat jullie ruzie hebben? Wij zijn jullie niet, waarom mag dit dan niet? Jouw dochter manipuleert mijn zoon! Oh. Je hebt geluk dat er hier zoveel mensen zijn. Sinds wanneer interesseren die mensen mij? Pak het spuit, flap uit! Nee, doe het alsjeblieft niet! Ophouden jullie! Alsjeblieft! Vuizen gevecht! Hier, kipfilet, kippenkop! Hou je van cupcakes, cupcake? Blijkbaar is vandaag niet jouw dag. Hier is je dipsaus, nacho. Genoeg! Jullie lijken wel kinderen. Hij is begonnen! Zien jullie niet hoeveel jullie op elkaar lijken? Allebei geen superheld meer. Woont met je familie in een woonwijk. Jullie slapen allebei de hele dag. Jullie zijn nagenoeg dezelfde persoon. Ik heb meer haar. En ik ben een beroemde tv-persoonlijkheid. Pap. Goed. Maar alleen omdat ik geen eten wil verspillen. Doordat jij die spuit nu hebt neergelegd, zie ik ook in dat ik je vol kan raken. Basta la vista, baby. Nee! Ha! Ik raakte die stumpert. Je zag me eindelijk staan. Luister, pap. Het spijt me dat ik loog, maar... Link en ik vinden elkaar echt leuk. En jullie willen dat niet vanwege jullie verleden. Jullie hebben gelijk. Wij moeten jullie onze excuses aanbieden. Jullie zijn niet ons. Ha, wij zijn niet eens meer onszelf. Moet je zien. We kunnen niet eens meer zo'n restaurantje verbouwen. Hé, hey, als je dan toch oud en zwak bent, mag ik dan je ijslap hebben? Oh, die heb ik verkocht om een beddenwinkel te beginnen. Maar bedden zijn niet slecht. Probeer die van mij maar eens. Het is net een rotsblok met een laken. Moet je een nieuwe matras? Kom dan langs. Oeh. Hallo, Phoebe.
van de lafhartigste superschurken gaat onderzoeken. Vertel het aan niemand. Dit is geweldig! Mijn eerste grote klus. Wie is de ongelukkige straks verslagen schurk? Evil Man. Nou, die gaat onderuit. Excuseer me, zei je net Evil Man? Net zoals Link's vader, Evil Man? Hoewel hij claimt dat hij gestopt is, hebben we bewijs dat hij weer bezig is met zijn oude trucjes. Oké, matras. Geef je geheimprijs. Slaapsnelheidsmeter? Bestaat dat? En toen was er een racket. Voorzitter Kickbad graag. Het is een nationale crisis. Nee, zet me niet in de wacht. Oh, lekker nummer. Hey, Phoebe. Ik wist niet dat matras Mike de vader van Link is. Hij is er net. Wat? Link is in de winkel? Net als deze raket hier. Oké, blijf rustig. Ik ben op dit moment aan de lijn met de helden. Als je dit doorzet, zal Link je verlaten. Phoebe, heb je iets gevonden in Evil Man's matrassenwinkel? Loze alarm. Goedenavond, Evil Man. Phoebe, hoe ben jij binnengekomen? Heeft je broer alweer de deur open laten staan? Ja, even over die raket die verstopt zit onder dat ene matras. Wist jij dat die er al was toen ik dit pand kocht? Kijk, de Heldenbond heeft me gevraagd je aan te geven, maar ik maak me zorgen om Link. Link is een goeierd. Weet je, hij en ik krijgen een steeds betere band. We hebben laatst zelfs samen gevliegerd. Het was een lieve heersbeest. Ik denk dat u zichzelf aan moet geven. Dat klinkt niet als iets wat ik zou doen. Maar denk eens aan Link. Hij zal me haten als ik dat doe. En hij heeft iemand nodig als u wegrolt in de bak. Nou, nu je dit zo zegt, meid. Wat bent u van plan? Wie, ik? Ik pas het raketdoel aan. Van Schuildorps bibliotheekgebouw naar de Heldenbond. Gekte. Leuk geprobeerd. Maar als je nu opgeeft, gaat het wat soepeler. Ik ben Evil Man. Niets houdt mij tegen. Je hebt me tegengehouden. Nou, het is zo jammer dat je niet de moed hebt om me aan te geven. Dat zou je jouw lieve Link niet aan kunnen doen. Hij zou je nooit vergeven. Hoi pap, ik ben er. Wat kan ik doen? Is dit voor een nieuwe commercial of... Jazeker. We bevriezen de prijzen en blazen de competitie op. Ja toch, Phoebe? Dit is waar je liegt om je relatie te redden. Link, je vader probeert de Heldenbond op te blazen en ik moet hem stoppen. Wat? Je zult het hierom wel willen uitmaken, maar ik moet mijn werk doen. Voorzitter Kickbad graag? Ik heb Evil Man. Goed gedaan! Dat is snel, zeg. Gefeliciteerd. Geslaagd voor de test. Test? De Heldenbond moest er zeker van zijn dat je je superheldenleven boven je privéleven plaatst. En nogmaals zeg ik, test? Het was niet gemakkelijk, maar dit is een grote stap op weg om een hele grote superheld te worden. Oké, hoewel ik het leuk vind geslaagd te zijn, gaat dit echt te ver! Overigens hoop ik dat dat mijn cijfer niet beïnvloedt. Link, het spijt me dat ik je vader aangaf. Ik begrijp het volledig als je het uit wil maken met me. Maar waarom zou ik dat doen? Omdat ik net mijn baan boven onze relatie verkoos. Dat is gewoon doen wat goed is. En trouwens, wie zou mij anders moeten troosten als mijn vader in de bak zit? Wacht eens even. Als geen van ons een date heeft, waarom gaan we dan niet samen?
Oeh, een single ladies feest. Oh, ik doe mee. Ik ook. Klaar, single ladies feest. Oh. Oké, meiden. Voor we gaan, balchecklist. Steek ik mijn haar op of niet? Niet. Kralentas of zijdehandtas? Kralentas. Minibus of limo? Limo. Minibusje dus. Ik heb geen limo, ik wou gewoon meedoen. Hier is je wisselgeld. Ik heb mezelf een megafooi gegeven, want mijn bediening was uitstekend. Mevrouw Wong, zit u bij de Thunder Girl fanclub? Tuurlijk! Thunder Girl is te gek, echt super. Net als jij, maar dan het tegendeel. Ik heb jullie straks. Ik vergeet mijn tas. Oké, doei, doei. Oh, dank je, Link. Link! Wat doe jij nou hier? Ik ga met jou naar het bal. Echt waar? Dat is grappig, want hiervoor zei je dat je niet kon. En nu ben je hier. Nou ja, het voelde niet goed dat ik je liet zitten, dus ik zei tegen de Heldenbond, schop me er maar uit. Die ene speciale avond ben ik bij een heel speciaal meisje. Dus wat denk je? Wil je mijn date zijn? Ik... Hoe kan ik daar nee op zeggen? Serieus, hoe? Oh, kom op meiden. Dit wordt leuk. We weten dat jullie geen date hebben. Horis, jullie zijn leuk. En elk van ons heeft een oogje op een van jullie. Volmaakter wordt het niet. Maar vanavond gaan wij als single ladies. Meiden, wow. Ze vragen jullie voor het bal en van mij mag je ja zeggen. Sterker nog, ik... Phoebe, we hebben een afspraak. Wat zijn we nou voor vriendinnen als we die niet nakomen? Ja, dan zijn we onverschillige, waardeloze, smerige verraders. Gelukkig zouden wij nooit zoiets flikken. De bel gaat. Ringelingelingelingelingeling. Wauw, nu zijn we echt te laat. Wacht, maar wie van jullie valt nou op Gideon? Single ladies ball selfie. Halen we eerst bol? Laten we dansen! Je wou toch eerst nog bol? Is ook zo. Ik ga bowlen op de dansvloer en ik maai iedereen omver. Kom op. Oh, weet je wat? Begin maar vast zonder mij. Ik moet mijn hamstrings opbrekken. Hey Link. Oh, daar ben je. Dit is voor jou. Oh, wat een mooie corsage. Wil je dansen? Wow, op een bal? Dat is zo voorspelbaar. Hey, zullen we anders samen op de foto gaan? Oké. Ga jij maar vast in de rij staan. Dan ga ik mijn hamstrings poederen. En niet stiekem kijken naar mijn hamstrings. Weet je wel waar die zitten? Niet kijken, zei ik. Single ladies. Hey, Piep, zo kom je aan die corsage. Oeh. Oh, ik... Polonaise! Beste bal ooit, ja toch meiden? Woehoe! Dit is een mooi stukje, kom naar voren. Je stond toch in de rij voor de foto's? Ja, dat klopt. Maar toen ik vooraan stond, moest ik op de foto met jouw wiskundedocent. Is er iets, Phoebe? Je doet wel wat vreemd. Wat? Ik? Ja, nog even en dan krijgen we weer dat je lacht bij elk woord dat je zegt. Dat doe ik niet. Phoebe! En wat doet Link hier? OMG! Link, jij hier? Hoe is Hong Kong? Te gek. Ik heb een poedel en die heb ik leren opzitten. Oh, wat schattig. Jij verrader. Je houdt je niet aan onze afspraak. Vooruit, meiden. Woedend wegdansen. Meiden, wacht. Ik kan het uitleggen. Wat? Schij
uit. Nee, joh. Dus toen Link toch kwam uit Hongkong, durfde ik het hem gewoon niet te zeggen. Het spijt me, maar ik beloof dat ik echt nooit meer iets voor jullie zal verzwijgen. Hey, allemaal! Phoebe Thunderman is Thunder Girl! Vanaf nu